even bloemetjes halen. Vind je dat een goed idee? Oh, leuk! Voor in de tuin? Ja, en ook zaadjes. Wat vind jij lekker? Oh, zaadjes waar groenten uit groeien. Ja, dat bedoel ik. Ik vind altijd tomaat lekker. En, ja. En ook komkommer, Annelies. Oké, dan gaan we daar naar zoeken, goed? Ja, maar, goed idee. Jullie mogen helaas niet mee. Dus tot ziens. Thomas, volgens mij hebben we alles. We hebben bakjes, we hebben aarde, zaadjes, tomatenzaadjes en komkommerzaadjes. Lekker! En we hebben water. We kunnen beginnen. Even kijken. Wat doen we eerst? Nou, de zaadjes in de potjes. Nee, we beginnen niet met de zaadjes. Er moet eerst aarde in. Oh ja. Daar groeien ze in, hè? Daar zit alle voeding in. Kijk. Ik doe even wat aarde erin, lekker vol. Wat ben je mooi aan het neurien? Ja, grappig hè? Want dat liedje gaat over groeien. En deze plantjes, die moeten toch ook nog groeien? Zing hem eens dan, ik wil hem wel eens horen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Nou, wat goed zeg. Ja, he? Mooi liedje. Het gaat inderdaad over groeien. Nou, ik heb de aarde in de bakjes gedaan. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de zaadjes. Ik doe de tomatenzaadjes eerst. Oh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, Annelies, hoe zo'n zaadje er nou eigenlijk uitziet. Nou, je moet goed kijken. Want ze zijn wel klein. Even kijken waar ze zitten hoor. Zo. Nog een stukje eraf. En als ik hard blaas, dan zijn ze weg, denk ik. Nou, voorzichtig dan. Ja, heel voorzichtig. Oeh, kijk eens. Oh. Ze zijn klein. En ik moet ze goed vasthouden. Die zijn echt inie mini. Heel klein. Nou, ik doe ze in de aarde door Thomas. Ja. Goed zo. 1, 2, 3 hier. Beetje aandrukken. En een paar hier. Zo. Ja. En wat moet er nu? Wat hebben ze nog meer nodig? Ja. Maar dan gaan ze ook weer groeien. We aarde. Ja. De zon. Die hebben we ook. Oh ja, de zon. En een beetje. Oh, ik weet het. Water. Water. Nou. Die heb ik hier. Ik doe er ook een klein beetje water in, want ik denk dat ze wel dorst hebben. Dat denk ik ook, want het is best warm vandaag. Klein beetje water. Klein beetje, oh, niet te veel, want anders verdrinken ze. Nou doe ik nog een beetje komkommerzaadjes erin, hè? Oh ja, lekker. Zo. Komkommerzaadjes. Kijk hoe die eruit zien, hoor. Zijn die net zo klein? Nee. Ze zijn een beetje groter. Oeh, niet ja. Te veel. Kijk. Oh. Die zijn een stukje groter. Ja. En joh, dat lijken wel de zaadjes die in de komkommer zitten. Ja. Zou dat zo zijn? Ik denk het wel. Is wel logisch, hè? Wel logisch. Zo. Daar drie. Daar drie. Ik doe ze weer even terug in mijn zakje. Want dan kan ik er nog meer komkommers van maken. Oh ja. Zo. Dat is wel handig. Ja, en lekker. En lekker, zeker. Zo, hey. Ik geef ze weer een beetje water. Oh, een beetje zand erop, aarde erop. Oh ja. Lekker warm. En is het dan klaar? Kunnen we nu gewoon dan wachten tot komkommers en tomaatjes aankomen? Nou, dat duurt wel lang hoor, Thomas. Dan gaat... Morgen hebben we nog geen tomaten en komkommers. Hé, hey, jammer. Ja, dat is wel jammer, hè. Kijk, ik heb al een paar weken eerder een komkommer en een tomatenzaadje gedaan. Kijk, dit is het tomatenplantje. Oh. Die is al wel gegroeid, maar er zitten nog geen tomaatjes aan. Nee. En dit is het komkommerplantje.
Oh. Zit daar al een komkommer aan? Ik zie nog niks. Nee, maar niet, hè. Maar Annelies. Ja? Ik heb nog wel een vraag, hoor. Wat dan? Die zaadjes, die zijn zo mini. Ja. En dan komt er een tomaatje uit die echt wel 1000 keer zo groot is. Ja. Hoe kan dat? Dat is gek, hè. Kijk, ze moeten eerst nog heel veel groeien. Ze zitten in een warme aarde en ze hebben het zonlicht nodig en het water wat ik ze een beetje gegeven heb. En dan gaan ze steeds een beetje meer groeien. En ze hebben nog steeds water nodig om te groeien. Totdat er een plantje komt, zoals deze. Oh ja. En op een gegeven moment komen er groene bolletjes aan. En die worden dan pas later rood. En dan zijn het tomaatjes. En dan zijn het tomaatjes. Kijk, ik heb een paar meegenomen. Kijk eens wat lekker. Oh, lekker. Gelukkig hoeven we niet heel lang te wachten. Want we hebben lekkere tomaatjes om op te eten. Dat is echt wel mooi, hè? Dat heeft God zo bedacht. Dat is wel heel knap van hem. Heel knap van hem. Zeker. Nou, en ik heb een lekkere komkommer voor straks. Oeh. Lekker, hè? Wel fijn dat we niet hoeven te wachten. Nee, ja, precies. Hé, Thomas, wat was je net een mooi liedje aan het zingen? Mooi, hè? Zeker. Dat gaat ook over groeien. Ja, wij mogen ook groeien. Net als de plantjes. Maar wij hoeven niet in de aarde. Nee. En wij krijgen niet elke dag water. Nee. En hoe zit dat dan eigenlijk? Nou ja, waar zijn mijn zaadjes gelegd? Kijk, eigenlijk, hier zijn ze, zijn wij ook als zo'n zaadje. Kijk, want in zo'n komkommerzaadje, daar zit alles al in gestopt om een komkommer te worden. En wij zijn eigenlijk ook zo'n zaadje, om een vriend van God te worden. En wij hebben dan ook zonlicht nodig en water nodig om te kunnen groeien. God is eigenlijk onze veilige aarde, onze warme aarde waarin we kunnen groeien. En de Heilige Geest is het water die helpt ons om nog betere vrienden te worden van God. Mooi, hè? Oh ja. Ja. Ja, dus eigenlijk hebben we toch een beetje water nodig elke dag. Ja, en weet je hoe we dat doen? Nou? Door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen. Oh ja. En te bidden. Daar kunnen wij heel goed van groeien. Want dan kunnen we steeds beter de Heere God verstaan. En dan weten we precies, oh ja, dat is waar. Zo moeten we het doen. Oh, nu snap ik het. Dat wil ik ook wel, Annelies. Ik wil ook groeien. Net als dat plantje. Dus ik eet mijn boterhammen en mijn groenten. En dan word ik net zo groot als mijn papa. En als ik dus de Bijbel lees. Klopt. En bid. Ja. En naar de Heilige Geest luister. Ja. Dan groei ik als vriend van God. Helemaal waar. Dat cool. Is het. Cool. Ja. Hey Thomas. Ja? Heb jij soms pas post gehad? Ja. Dat was een hele mooie kaart. Ja, en er zat wat bij. Weet je het nog? Ja. Een zakje. En waren geen snoepjes. Nee, het waren geen snoepjes. Het waren ook zaadjes. Oh, en als ja. je die in de grond doet, dan krijg je hele mooie blauwe bloemetjes. Het zijn vergeetmenietjes. Oh, dat is grappig. Grappig, hè? Want dan kan je goed onthouden dat God jou niet vergeet. En alle kinderwerkers, die vergeten jou ook niet. Oh. We missen je. Dat is fijn. Kom, dan gaan we die zaadjes ook nog even in een potje stoppen. Ja, laten we dat gaan doen. Gaan we doen. Oké.